Johan Derksen lijkt afscheid te nemen van zes. Mooier moment bestaat niet. Punt. De hele mediastorm rondom de mannen van Veronica Insiele leek iets te gaan liggen. Maar er is natuurlijk altijd iemand die het laatste woord wil hebben. Johan Derksen laat in een uitgebreide beschouwing in de Telegraaf weten hoe hij de periode heeft beleefd. Spijt komt in ieder geval niet in het woordenboek van Johan voor, zoals hij eerder al zei. Ik ben niet de leukste cabaretier van Nederland, maar ik heb wel eens slechtere grappen gemaakt. Zo verwijst hij in de Telegraaf nog naar de grap ten koste van Aquasi waar alle commotie mee begon. De hysterische reacties waren ronduit beangstigend. Eigenlijk was ik de enige die rustig bleef, omdat ik totaal niet werd gekweld door schuldgevoel. Het was en blijft voor mij een storm in een glas water. Precies 3 dagen voor die bewuste en laatste uitzending van Veronica Insiele spraken John de Mol en consorten nog vol lof over Wilfred, René en Johan. De heren wilden dat wij een dagelijkse talkshow gingen maken, maar nadat mijn grap vervolgens een mediaoorlog teweegbracht, hebben we niets meer van die heren vernomen. Daarom weet ik me geen raad met al die lofuitingen. Hebben ze nu verstand van televisie, of zijn het slechts notoire opportunisten? Vraagt Johan zich nu af. De presentator weet niet of Veronica Insiele überhaupt nog een vervolg krijgt, met of zonder Wilfred die zijn collega's verraste met de laatste uitzending, maar dat lijkt Johan, op basis van de uitspraken die hij vervolgens doet, ook niet veel te kunnen schelen. Ik heb geen idee of u mij ooit nog terugziet in Veronica Insiele, maar een mooier afscheid dan de stekker eruit te trekken na een kijkcijferrecord van 1,7 miljoen bestaat niet. We moeten het dus maar gewoon afwachten.